Oké, gaan we weer. Nou, zijn we weer bijna. Bijpikken, ontkoppelen, kleppen controleren. De snelheid is ruim 90. Oké, okay, pak jij hem, gaan we hier rechtuit vliegen. Jij hebt. Ja. Oké, okay, gaat prima zo. We zitten hier in een daalwindgebied, zie je dat aan die meter links? Als het daalt willen we altijd ietsje harder vliegen nog. Dus iets harder dan 90, 100. Ja. Oké, ik ga je even helpen zodat we misschien de thermiek kunnen gaan pakken. Proberen. Als je die leuk vindt te draaien, moet je het zeggen. Probeer ik eigenlijk op te zoeken waar het centrum van de bel zit. Ja. De kern. Ja, dan gaan we even bij hun erbij. De regel is altijd dat de eerste bepaalt de draairichting en de rest past zich daaraan aan. Dus wij moeten nu rechtsom draaien. We drijven nu wel van het veld weg. Ja. Dus ik moet toch redelijk efficiënt vliegen om te zorgen dat we ook nog terug kunnen komen. Dus ik ga toch terug naar die vorige rol.
moeten nu tegen de wind in terug. Ja. Dus dat kost dan wat meer hoogte dan met de wind meevliegen. Pak jij hem even, dan gaan we deze koers blijven vliegen. Ja. Met 100 km per uur. Oké, gaan we ietsjes naar rechts. We willen eigenlijk onder het midden van die wolk voor ons vliegen. Dus hier rechtuit, ja. Naast onze sleep, zie je? Ja, je ziet op de hoogte mee de 250 meter, hè? Ja. Beetje trekken, ja. Je weet dat die 220 nu, dus we gaan nu met een linkerbocht het circuit op. Probeer maar te draaien linksom. In de bocht een beetje trekken, hè? Ja, en hier weer recht leggen, zodat het neusje in de wind kan houden. Zo. Oh, ja. Ja, ik ga heel even helpen. Ja. Oké, mag je een beetje linkerhand de kleppen eruit trekken? Oké. Goed, en ik neem hem weer van je over. Ja. Je ziet dat ik het neusje weer in de wind hou. Pas hier gaan we hem recht zetten. Hoppa. Zeg je? Metertje boven de grond dat je hem weer inderdaad recht. Ja, want daar is de invloed van de wind eigenlijk nul. Weg zijn we inderdaad een beetje en daar kun je dan netjes oplijnen.